Ja, ik werk al 3 jaar voor de Pit. Ik begon zelf als blogger en inmiddels ben ik eindredacteur. The Pit helped me to show my talent and tell my story on stage. Hoi, ik ben Ines en door de Pit ben ik meer naar culturele dingen gegaan, zoals musea, theater en festivals. En dat is superleuk. Dankzij de Pit heb ik veel meer mogelijkheid gekregen om mezelf te ontplooien en te onderzoeken wat ik echt leuk vind. Thank you very much, The Pit. We kennen je als rapper, maar nu sta je opeens op een set. Hebben jullie zin om met mij naar Foam te gaan? Naar wat? Naar Foam, dat is hier vlakbij. Het is echt iets anders dan naar de film gaan, toch? Ja. Ja. Denk je dat je hier iets mee zou kunnen? Ja. The Pit betekent voor mij kunst en cultuur in handen geven van jongeren. A.k.a. de toekomst. Wij vinden de Pit belangrijk. Omdat de Pit jongeren zowel achter als voor de schermen helpt te ontwikkelen. En daarbij altijd oog heeft voor de jongeren zelf. De Pit voor mij is belangrijk omdat het een podium betekent voor jong talent. Maakt niet uit wat voor discipline het is. Maar ook een van de beste kweekvijvers en springplanken zijn voor jong creatief talent in onze mooie stad. Ik vind de Pit belangrijk omdat de jam sessies die ze organiseren een laagdrempelige manier zijn om jongeren met en voor elkaar te laten musiceren op een manier die eigenlijk nergens anders in Amsterdam mogelijk is. Ik vind de Pit belangrijk omdat het gewoon een hele fijne omgeving is om je te ontwikkelen op het gebied van film. En iedereen zit daar met hetzelfde idee. Ze zitten daar niet omdat het moet, maar omdat ze daar willen leren. En dat vind ik heel erg tof en herkenbaar. Als ik op mijn school vertel, ik zit bij de Pit, dan kent iedereen dat. Het is een soort begrip geworden. Daardoor kijken die jongeren ook naar die filmpjes over het nieuwe museum wat nu in de stad is. Of de nieuwe tentoonstelling daar en daar. Wij zetten ons hiervoor in omdat cultuur verbindt. En daarnaast ook heel erg leuk is natuurlijk. De Pit, super belangrijk dus. De Pit is het waard.